Afgelopen zondag is rond 10:30 ochtends een vrouw mishandeld op Heumensoord. De vrouw was ter hoogte van de speelkuil aan het wandelen met haar buurman en de honden. Die ochtend waren er veel mountainbikers aanwezig in het bos. De vrouw sprak een van hen aan omdat hij niet op een mountainbikeroute fietste. Een korte discussie volgde en de vrouw kreeg een klap. Na die klap greep de buurman met behulp van een groepje hardlopers in. De politie is nu op zoek naar een verdachte en wil ook in contact komen met het groepje hardlopers.